Zo, ik sta weer voor het stoplicht. Het is weer loeidruk naar huis, maar de auto ligt vol met spullen. Ik heb tussen de middag weer de bouwmarkt beroofd. Ik heb ongeveer 300 kilo aan beton gehaald, een plaat OSB en deurstopjes. Die deurstopjes en die plaat OSB gaan we gebruiken om een schuttafel te maken. Om de luchtbubbels uit het beton te schudden, zodra we dat gestort hebben. Dus dat is iets trouwens wat ik nog nooit gedaan heb, een betonnen mal maken. Voor mij is het ook de eerste keer en ik heb er enorm zin in. Ik ben ook heel erg benieuwd, dus zodra ik eindelijk thuis ben, dan gaan we beginnen. Buiten. Ik heb de warmste dag uitgekozen om vandaag beton te gaan storten, denk ik. Ik heb alles voorbereid. Ik heb de mal ietsje kleiner gemaakt dan dat we origineel hadden gemaakt afgelopen weekend. Ik heb ook een trilplaat gemaakt. Ik heb de casing op de deurrubbers gezet en de motor gemonteerd. En een gewichtje, zodat strakjes de tafel gaat schudden, zodat de luchtbelletjes eruit gaan. Dus ik ga nou beginnen. Beton zit erin, nu moeten we alleen nog de bubbels eruit schudden. En dan hoop ik ook dat hij vanzelf een beetje uitvlakt. Dus ik ga de schuttafel aanzetten. Ik hoop dat alles goed gaat. Maar op gaan zitten, want de schuimplaatjes kwamen langzaam omhoog. Dus ik heb er nu ook tegels op gelegd, zoals je ziet. Ik hoop dat het dan wel goed gaat. Misschien zullen we nog wel wat randjes eraf moeten slijpen of kappen. Maar dat geeft niet. Het is de eerste keer en voor mijn gevoel gaat het wel goed. Hij trilt mooi en ik denk dat de luchtbubbels er wel uit gaan. Ik ben bezig met het tweede stuk van de mal, dus de bovenkant. En ik heb zojuist één schuimend deel alvast op maat gemaakt, zodat die past in de holte van het andere deel van de mal. Zodat straks alles netjes aansluit en dat het ook precies klopt. Ik moet de achterkant nog doen. De balkjes zijn zodat we straks een ribbel hebben in het beton, zodat we hem op kunnen tillen, het bovenste deel. Want dit schuimend stuk moet er natuurlijk ook uit. Ik moet even de andere kant doen en dan ga ik alles netjes afkitten, want een siliconenkit hecht werkelijk helemaal niks. Dus dan zouden we hem kunnen starten. Zo, ik rij ergens diep in de Veluwe. Ik zie allemaal dingen die ik normaal nooit zie. Dennenbomen, heuvels. Die heb je allemaal bij ons in Zeeland niet, maar ik ben al bijna 2 uur onderweg. En ik ben onderweg naar een marktplaatsadvertentie.
heb een motorbloktafel gevonden. En daarmee zouden we de betonnen mal die we hebben gestort kunnen delen. Dus dat zijn twee stukken. En dan kan ik het schuime stuk wat er nog in zit eruit halen, zodat we straks kunnen gaan gieten. Om buiten te werken. Ik heb zojuist de betonnen mal omgedraaid met onze nieuwe kraan die je hier op de achtergrond ziet. Dat is echt een fantastisch ding. Echt heel zo makkelijk. Het scheelt een hoop rugpijn. Zoals je hier ziet hebben we nu een nieuwe mal die we gemaakt hebben bovenop de andere die daar nog ligt. Die zit nog gevuld met zijn plug. Die moeten we er nu uithalen. En dat doen we met een plamuurmes. Als ik klaar ben, dan kunnen we zien hoe de mal er uiteindelijk uitziet. Dus ik ben super nieuwsgierig, dus ik ga snel aan de slag. Zo, de mallen hebben al een paar weken lekker uit kunnen harden. En ze klinken nu ook heel anders. Een beetje holler op de een of andere manier. Dus ik denk dat het meeste vocht eruit is. Ze hebben gezegd dat het 2 tot 3 weken duurt voordat vocht daadwerkelijk helemaal uit het beton is getrokken en dat het ook hard is. Dus nog een week en dan kunnen we beginnen met het gieten van de bulpen. Ik heb enorm veel zin in om dat met de jongens te gaan doen. Alles is ook klaar, dus ik kan niet wachten om dat aan jullie te laten zien. Benieuwd hoe het project verder gaat? Kijk de volgende keer naar Slow Motion op Watersport TV en abonneer je op het kanaal.